Vrijdag 26 april was het zover. De eerste rit van de nachtbus. De restauratie en nieuwbouw van de opleidingsschool kan van start. En een korte terugblik op een aantal Koningsdagactiviteiten. Dit is Katwijk Nu op maandag 29 april. Vorige week is de bouwrealisatieovereenkomst getekend voor de restauratie en nieuwbouw van de christelijke opleidingsschool. De beide locaties Parklaan en Abeelplein worden samengevoegd en de locatie Parklaan is dan dé plek van de opleidingsschool. Hier komt ook een kinderopvang en een nieuwe gymzaal. Maar voor het zover is, moet er nog flink gesloopt en gebouwd worden. Nou, wij hebben in ons integraal huisvestingsplan hebben wij afgesproken dat scholen twee locaties hebben, dat het dan zinvol is om te kijken van kunnen we dat samenvoegen op één locatie. En dat is in dit geval bij de christelijke opleidingsschool is dat zo. Ze hebben twee locaties die dicht bij elkaar liggen. Dan kies je één locatie uit die ook het meeste recht doet aan, als je het allemaal bij elkaar moet voegen, heb je natuurlijk ruimte nodig. En tegelijkertijd zie je natuurlijk ook dat we een mooi pand hier hebben staan, de christelijke opleidingsschool. Met een stuk geschiedenis erin. En dat wil je ook behouden. Daar hebben we een uitgebreid gesprek over gehad met elkaar. Maar je wil het zo behouden dat het wel zo ingezet kan worden dat je het onderwijs van deze tijd erin kan geven. Dus dat betekent dus dat je met oog voor dat verleden gaat werken aan die toekomst. En dat kan op deze plek heel mooi. We hebben er in de landen al hele mooie voorbeelden van gezien. Hè, van oude gebouwen die je weer opnieuw kunt gebruiken. Maar wel met het oog op onderwijs van deze tijd. En dat wordt een uitdaging om dat met elkaar dat proces goed vorm te geven de komende tijd. En daar zetten we op in, want dat hebben we vandaag ook bekrachtigd met het ondertekenen van een bouwrealisatieovereenkomst. De Parklaan, het gebouw heeft een gemeentelijke monumentenstatus. Heeft dat nog invloed gehad op alle plannen en uitwerkingen? Ja, zeker in het voortraject hebben we het daar heel veel over gehad. Hè? Want natuurlijk het prettigste is natuurlijk als je een nieuw gebouw gaat realiseren, dat je gewoon helemaal met een helemaal opnieuw kunt beginnen. Dat is het mooiste. En dat was ook wel de wens van de school. Tegelijkertijd zijn er ook andere belangen. Dus die hou je tegen elkaar aan. En wij hebben hier echt samen met de gemeenteraad gezegd van, we zien het belang van het pand. Het is een monument. Maar we zien ook het belang van het onderwijs. En dat moeten we bij elkaar zien te krijgen. En gelukkig zijn er heel veel architecten die daar ervaring mee hebben en goed toe in staat zijn. Dus dat gaan we samen met het schoolbestuur ook op een goede manier oppakken. Dit traject maakt deel uit van een breder plan, het integraal huisvestingsplan. Dit is een van de vier basisscholen. Welke drie zijn er nog meer? Nou, we zijn al een heel eind op streek met de christelijke school in Rijnsburg, de Oranje Nassau. Daar zijn we al wat verder in traject, dus daar zijn we hard mee bezig. En daarnaast voeren we met hetzelfde bestuur, dus ProLes, waar we nu te gast zijn, voeren we het gesprek over de vervanging van de Duinroos. Want die vraagt ook om nieuwbouw. En tegelijkertijd zijn we ook in gesprek met het bestuur van de Burcht uit Valkenburg. U heeft gekozen voor de Parklaan, maar wat gaat er dan vervolgens met het andere pand gebeuren hiernaast, Abeelplein? Nou, dat hebben we nog geen besluit over genomen. Hè. Je zou je kunnen voorstellen op zo'n locatie dat je daar misschien nog wat woningen kunt toevoegen. Maar we hebben natuurlijk ook groen is een belangrijk item. Hè. Als we overal gaan verdichten, heb je ook groen nodig. Spelen, noem maar op. Er zijn allerlei dingen mogelijk. Dus daar gaan we nu niet vooruit lopen. Maar we hebben hem misschien straks nog wel als tijdelijke locatie nodig voor het opvang. Ook in het kader van het integraal huisvestingsprogramma of voor andere opvang. Dus dat zijn allemaal dingen die kunnen. Dus we hebben er allemaal al ideeën over in ons hoofd. Maar dat gaan we pas beslissen als we zover zijn. We gaan ons nu eerst richten op deze nieuwe plek. En dan hopen we die in 26 in gebruik te gaan nemen. Hoe gaat het verbouwingstraject eruit zien? Op dit moment hebben we zojuist de overeenkomst getekend. Dat betekent dat we op dit moment met een architectenselectie bezig zijn ook. En we hopen binnenkort de definitieve tekeningen met de definitieve architect te bepalen. En dan gaan zij tekenen naar de behoeften die wij hebben als ProLes. En daarna hopen we volgend jaar te gaan starten met slopen en bouwen. Zijn er nog ingrijpende veranderingen te verwachten aan de buitenzijde en de binnenkant? Aan de buitenzijde niet, aan de binnenzijde wel. Kunnen we zeggen dat bijna alles gesloopt gaat worden en nieuw gebouwd gaat worden. De verbouwing gaat plaatsvinden natuurlijk. De school gaat gewoon door. Heeft het allemaal nog invloed op de lessen? Het heeft zeker invloed op de lessen, omdat we de hele school gaan verhuizen.
De gemeente Katwijk heeft een locatie voor ons gevonden, de Mauritsschool. Die staat op dit moment leeg. En zodra we gaan slopen en gaan bouwen, gaat de hele COS, Christelijke Opleidingsschool, gaat naar de Mauritsschool en gaat van daaruit een jaar de lessen volgen. Als alles goed gaat, we alle vergunningen hebben en we de juiste tekeningen hebben goedgekeurd, dan gaan we starten het nieuwe schooljaar van 25-26. Dus vanaf augustus 2025 gaan de leerlingen dan naar de Mauritsschool. Dan zijn ze ruim een jaar daar en hopen we het nieuwe schooljaar daarna, 26-27, te starten weer op de nieuwe COS. Vrijdag 26 april was het dan zover. De eerste rit van de nachtbus Noordwijk, Katwijk, Leiden en weer terug. Nieuwsgierig als we zijn namen we een kijkje en rond de klok van 2:30 in de ochtend stapten Jona van der Oever en mijn persoontje op de bus voor een paar nuchtere gesprekken. Na vele debatten en vertraging is het dan zover. Het is Koningsnacht, 2:15 en straks arriveert hier de eerste nachtbus in de geschiedenis van de gemeente Katwijk, Noordwijk en Leiden. Samen met wethouder Gerard Mos van de gemeente Katwijk en wethouder Roberto Terak van de gemeente Noordwijk ga ik eens ondervinden hoe dat is. Goedenavond. Ja. Hallo. Hoi. Dat zijn wij in de tijd al. We hebben een reisje. Kijk eens. Kom in een kaartje komen. Goedemorgen. Zo. Dag. Ik ben het raar. Hallo. Hoi. In één keer. Ja. Zitten we dan? Staan we dan? Ja. Leuk zeg. Leuk hè? Toch? Ja, Roberto, daar zitten we dan. Ja. In de nachtbus. Was het een langgoezende wens van de gemeente Noordwijk? Jazeker, al lange tijd wordt er over gesproken. Er zijn ook moties over ingediend en aangenomen in de gemeenteraad. Dus we zijn blij dat die rijdt. Wat gaf uiteindelijk de doorslag? Nou, ik denk vooral de vraag van mensen in Noordwijk. De vraag naar die nachtbus, zowel van jongeren natuurlijk, die graag als ze gaan stappen ook weer thuis willen komen. Zeker bij wat slechter weer, maar ook mensen die werken. We hebben natuurlijk veel mensen in de zorg en veel mensen in de horeca werken. Maar ook veel mensen die bijvoorbeeld in de Haarlemmermeer bij Schiphol werken. Ja, daarvoor zijn de nachtdiensten natuurlijk dagelijkse kosten. Dan is zo'n nachtbus wel ideaal. Gaat u zelf ook gebruik maken van de nachtbus? Nou, hij bevalt wel heel erg goed, moet ik zeggen. Het is een mooie bus en een hele aardige chauffeuse hebben we. Dus dat is fantastisch. Dus wie weet, ja, waarom niet? Ja, Gerard Monstert, het eerste ritje in de nachtbus. Ja, het is leuk om mee te maken zo midden in de nacht. Ja. Hoe voelt het zo? Ik vind het mooi dat het gelukt is dat hij rijdt en dat de eerste klant het ook al mee heeft gedaan. Dus dat is hartstikke leuk. En het is leuk dat jullie er ook aandacht aan besteden zo midden in de nacht. Compliment hoor. Hoe is het eigenlijk zo van idee naar uitvoering gegaan? Want dat is aardig wat poten in de grond. Ja, dat is een ingewikkeld traject. Want je moet eerst kijken of de huidige busvervoerder, hè, dus dat is Arriva, invulling kan geven aan de wens die er is, hè, om een nachtelijk openbaar vervoer te organiseren. Daarvan zeiden ze, nou, dat zien wij niet zitten. Qua personeel zien we dat ook niet zitten. En dan vervolgens moet je op zoek naar iemand die zegt, nou, ik wil dat wel doen. Hè. Dus een particulier bedrijf die zegt, ik wil dat busvervoer organiseren. Nou, dat was best lastig, want we hebben heel veel verschillende organisaties gesproken en gekeken of zij dat wilden doen. Nou, het leek niet te lukken. En toen we dat communiceerden naar de gemeenteraad, stak een ondernemer zijn hand op en zei, nou, ik denk dat ik dat wel wil doen en kan doen. En daar zijn we mee in onderhandeling gegaan. En nu rijdt de bus. Dus dat is mooi om te zien. Helaas is het niet heel erg vol zo te zien. Nee, maar dat is ook logisch. De eerste keer moet ook een beetje gaan groeien. Aandacht voor krijgen. En het is echt de eerste rit. Hè? Dus gaat tot morgenochtend 6:00 rijdt deze bus. Met dezelfde chauffeuse. En dezelfde beveiliger. Dus ik denk dat er vannacht ook nog best wel gebruik van gemaakt gaat worden. Maar ja, het moet ook een beetje groeien. En dan helpt elk beetje aandacht ook bij. Welke doelgroep heeft vooral baat bij deze nachtbus? Ja, ik denk dat er verschillende doelgroepen baat bij hebben. Bijvoorbeeld mensen die in de nacht werken en die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Maar ook mensen die naar de bioscoop zijn gegaan, de laatste film hebben gepakt en net niet die bus halen. Die kunnen ook hier gebruik van maken. Maar ook mensen die uitgaan in Noordwijk, in Katwijk of in Leiden, die deze bus kunnen gebruiken. Dus ik denk dat het een gemengde doelgroep is. Gaat u er zelf ook gebruik van maken? Nou, ik denk als mijn kinderen 's nachts wakker zijn en niet meer willen gaan slapen, dat ik een leuk rondje met de bus kan gaan maken. Ja, ik hoop het eigenlijk niet. Ik hoop dat ik gewoon lekker door kan slapen. Maar ik denk dat de beste mensen gebruik van kunnen gaan maken. Nou ja, hier zitten we dan in de nachtbus. Ja,
fucking mooi. Die zou eigenlijk elk weekend moeten rijden. Gaat die ook? Ja, echt? Ja. Jij gaat er wel veel gebruik van maken, denk ik dan. Nou ja, ik ga er veel gebruik van maken. Als hij niet rijdt, dan hou ik jou eraan, hè? Jullie zitten in de eerste nachtbus van de geschiedenis van de gemeente Katwijk. Hoe voelt dat? Het voelt geweldig. Is dit de eerste nachtbus? Eerste nachtbus? Het komt wel heel erg goed uit dat dit de eerste nachtbus ja. is. Ja. We waren net klaar om lekker naar huis te gaan, weet je, een feestje gaat. Ja. We dachten, een mooie avond, einde, aju. Wat niet eens dat het de laatste bus was. Want hoe wisten jullie dat die nachtbus rijden? Liepen jullie per toeval op Leiden Centraal of wisten jullie ervan? Ik denk het wel. Wij komen zelf uit de Achterhoek. En ja. Wij hebben hier dus echt niet echt verstand van wanneer eerlijk, die... Wanneer... Wij liepen op Leiden gewoon naar het station en wij dachten, wij pakken de eerste bus en dat was deze. Het was best wel toevallig eigenlijk. Ja. Maar het komt voor ons donders goed uit. Ja. En wethouder Spek ook in de nachtbus? Ja, superleuk. Ja, je hoort het al. Het is ontzettend druk eigenlijk over de eerste rit. Ja, en we hopen ook dat de populariteit alleen maar verder gaat toenemen. Dus ja, daar hebben we heel veel zin in. Maar je zelf ook van gebruik maken? Ja, zeker. Ja, ik heb heel vaak gehad dat ik bijvoorbeeld in Leiden naar de bioscoop ging of in Amsterdam bij vrienden was. Ja, en dan merk je dat je eigenlijk om een uurtje of 10:30 alweer richting Leiden moet voor de laatste bus. Of moet gaan fietsen. Ja, en vaak red je dat toch niet. Dus ja, ik ga er zeker gebruik van maken, ja. En wie hebben nog meer baat bij deze nachtbus? Welke doelgroepen? Nou ja, als je bijvoorbeeld naar Schiphol gaat, is het natuurlijk heel fijn dat je juist ochtends vroeg, hè, om een uurtje of 5:00, 4:00 naar Leiden kan om de trein te pakken. Maar ook als je natuurlijk nachtdiensten draait in de regio, is het fijn dat je toch in ieder geval een middel hebt naast de auto om te kunnen gebruiken. Dus het is zeer breed. Ja, en we proberen nu natuurlijk op vrijdag en zaterdag te doen, hè, omdat het dan ook de grootste doelgroep er is, namelijk jongeren die er ook gebruik van kunnen maken. Om te kijken, ja, staat het aan? Zijn er genoeg mensen die het überhaupt interessant vinden? Dus ja, supermooi. Ja, en aanstaande vrijdag staat er weer een volgende bus voor u klaar. Op woensdag 15 mei kunt u in Tripodia terecht voor een informatieavond over Slim met Energie Live. Met deze avond willen de organisatoren alle onduidelijkheden uit de weg helpen, zoals ze zelf schrijven op hun website. En tijdens deze informatieavond krijgt u onafhankelijk advies over hoe u of wij een steentje kunnen bijdragen aan de duurzaamheid. In de studio is Steven van der Laan en hij is adviseur duurzame energie bij Groene Woningen. Welkom. Dankjewel. Duidelijkheid geven in de wereld van duurzaamheid. Dat is het motto van de avond. Ja, absoluut. Vertel. Nou, we merken gewoon dat heel veel mensen met alles wat er in de media geschreven wordt de laatste tijd, zoals wij gek zeggen, door de panelen de zon niet meer zien. Ze hebben geen idee wat ze op een gegeven moment moeten beslissen en of dat dan gaat om de zonnepanelen of het energiecontract wat ze af willen sluiten. Ze worden doodgegooid met termen als peak shaving, je moet je eigen energie gaan verbruiken, moet ik wel een accu, moet ik geen accu. Er zijn zoveel keuzes te maken dat het voor mensen gewoon op een gegeven moment onoverzichtelijk wordt. En wij wilden daar heel graag duidelijkheid in verschaffen. Ja, ja. Hoe gaan jullie dat aanpakken, die avond? Het lastige is natuurlijk altijd als je als bedrijf zo'n informatieavond organiseert, dat mensen denken dat het een commercieel verhaal wordt. We hebben in de coronatijd heel veel webinars gegeven. Daar kregen we altijd het compliment dat dat geen commerciële verhalen waren, maar echt informatief. Dat wilden we nu heel groots aanpakken. Dus we hebben gezegd van nou, we halen twee experts uit de industrie naar Katwijk toe. Dat zijn twee mannen die ontzettend veel weten over een heel breed scala aan zaken die speelt in de energiewereld. Zij komen die avond hun verhaal vertellen. Dat doen ze op een hele ongezouten manier. Ze zitten aan geen fabrikant vast. Ze zijn met geen enkele leverancier verbonden. Dus zij kunnen heel vrij uitpraten. Ze kunnen op alle vragen die er zijn antwoord geven. Op een heldere manier, op een leuke manier en met de informatie die er vandaag is. Om mensen gewoon handvatten te gaan geven waarmee ze bij iedereen terecht kunnen om beslissingen te gaan maken wat ze zelf willen. Ja, want er ligt toch volgens mij toch wel aardig wat waar je over kan kiezen. Daar is zo ontzettend veel te kiezen vandaag de dag. Hè. Zowel voor mensen die al panelen hebben en die zeggen, ja, weet je, doe ik er verstandig aan om een accu aan te schaffen? Moet ik van energieleverancier veranderen? Hè? Hot item op dit moment, er worden allemaal kosten in rekening gebracht. Wat moet ik daarmee? Moet ik wel een accu aanschaffen? Moet ik niet een accu aanschaffen? Moet ik heel slim gaan schakelen? Wat komt erbij kijken als ik slim ga schakelen? We weten allemaal dat zonnepanelen uitgezet worden, zoals dan gezegd wordt. Nou, er is helemaal niemand die zonnepanelen uitzet, maar dat heeft te maken met wat regels die afgesproken zijn in een elektranetwerk. De mannen vertellen alles. Als je daar naar buiten komt, heb je in ieder geval kennis en informatie om zelf een goede beslissing te kunnen maken. En dan zou het natuurlijk uiteindelijk leuk zijn als je bij ons terechtkomt. Maar je kan met deze informatie bij al onze collega's terecht om een weloverwogen beslissing te nemen. Ja.
Kunnen we voor de kijkers alvast één of twee feiten en fabels benoemen? Nou, die ik net noemde. Hè, de energiemaatschappij schakelt je omvormer uit. Nou, dat is absoluut niet waar. In het netwerk is een, wat ze noemen, een gridcode afgesproken. En dat houdt in dat als het voltage in een netwerk te hoog wordt, dat apparatuur die daarop aangesloten is uit moet schakelen. Want anders zou de apparatuur in huis uiteindelijk kapot gaan. Maar er is geen energiemaatschappij die jouw omvormer daarin afschakelt. Hè. Dat is gewoon een afspraak die er is en daar moet de apparatuur aan voldoen. En dat is het feit. Het fabel is dat een energiemaatschappij hem uitschakelt. Daar komt niemand achter jouw meter. Daar zijn ze wel mee bezig om dat te bespreken, maar vandaag de dag is dat nog niet zo. Een accu, ook zo'n mooi antwoord. Hè. Mensen hebben echt het idee dat ze in een accu in de zomer energie op kunnen slaan om in de winter te gebruiken. Nou, laat dat nou op dit moment absoluut een fabel zijn. Feit is dat je een accu gebruikt om de 24-uur cyclus rond te krijgen. Overdag je extra stroom opslaan, die je 's avonds en 's nachts kunt gebruiken. En dat is eigenlijk waar een accu voor bedoeld is. Maar vervolgens kan er nog heel veel meer met een accu. Maar dat zijn keuzes die je kunt maken, want een accu kan in de basis maar één ding. Je kan hem of voor de ene functionaliteit gebruiken, of voor de andere functionaliteit gebruiken. Maar er zijn een hoop functionaliteiten. Iedere functionaliteit heeft een voordeel, maar misschien ook een nadeel. En dat is waar Henry en Dennis gewoon ontzettend veel informatie over kunnen geven. Ja. Dan kunnen we dan ook het fabeltje uit de lucht halen van de slimme energiemeter die ook bij jou kan binnenkijken van wat voor stroom je gebruikt? Of is dat een heel ander sport? Nee, maar dat is een hele faire vraag. Hè. Dus als die vraag bij jou op dat moment in die avond zit, we zetten een grote ton neer waar je allemaal kaartjes in kan doen met je vragen. De mannen halen de vragen eruit en geven juist op dat soort dingen ook antwoord. Komen ze niet aan het antwoord toe, dan zorgen we in ieder geval dat al die vragen een antwoord krijgen van hun op onze website terug te lezen zijn. Nogmaals, de bedoeling is om je heel onafhankelijk, heel transparant, zoveel mogelijk informatie te geven. Ja. Nu is niet iedere woning gelijk. We hebben eengezinswoningen, ja. We hebben stapelwoningen, ja. We hebben van alles. We hebben eigen woningen, huurwoningen. Ja. Wat kan ik als huurder bij jullie doen? Nou, wat je daar met name te horen krijgt, van ja, is het, hoe ga ik nu slim om met de zonnepanelen die ik huur van de woningmaatschappij? Hè, wat moet ik doen? Kijk, ik kan alvast wel verklappen waar het in de basis om gaat draaien in de toekomst, is dat we dus de energie op het moment dat we hem opwekken zoveel mogelijk gaan consumeren. He, dat wordt de grote uitdaging die we de komende tijd gaan krijgen. Nou, daar zullen de mannen wat slimme suggesties aan de hand doen. He, gebruik bijvoorbeeld de uitstelknop op je vaatwasser om hem 's morgens in te ruimen, maar om 1:00 pas aan te laten springen. Want op dat moment gebruikt hij zoveel mogelijk energie die je uit je zonnepanelen haalt. En dat is voor een huurder net zoveel van belang als voor iemand die de panelen zelf gekocht heeft. Want de kilowatts die je direct zelf consumeert, dat zijn de meest duurzame kilowatts en waar je in de toekomst ook niets over hoeft te betalen met teruglevering. Ja. He, dus dat zijn echt wel hele belangrijke dingen waar dus ook die huurder absoluut zijn voordeel aan kan doen. Ja. En dan hebben we het nu ook over de noodkreet eigenlijk van, ja, kunnen we straks nog wel 24 uur stroom hebben? Ja. Heb ik dan voordeel met zo'n zonnepaneel? Dan moet je met name de combinatie op gaan zoeken van dat zonnepaneel met die accu. Hè? En dan zeg je tegen die accu, ik wil dat je voor mij de functionaliteit behartigt, dat je mij 's nachts van stroom voorziet als de stroom uit zou vallen. Dat betekent dat die voor andere dingen niet ingezet kan worden. Maar als je op een gegeven moment zegt van ja, met alles wat ik zie gebeuren vandaag de dag, denk ik dat het energienetwerk vaker uit zal vallen, dan kan je absoluut een accu gebruiken om de stroom die je overdag oplaadt in de accu's, om die op een ander moment te gebruiken. Dus als op een of andere reden mijn computertje 's nacht moet blijven draaien, kan ik zeggen van, hey, ja, dan kan je absoluut daar de accu voor inzetten. Dat geeft dan weer specifieke eisen aan het type systeem wat je neer gaat zetten. Ja, want als die computer moet blijven draaien, moet die heel snel omschakelen, zonder dat die computer doorheeft dat die van de netwerkstroom naar de accustroom is overgeschakeld. Dus dat zijn belangrijke dingen. Dat zijn ook goede vragen om te stellen op zo'n avond. En dat is waar de mannen een prima antwoord op kunnen geven. Ja. Nu, ik neem een voorbeeld, schildersbedrijven. Ja. Mensen gaan allemaal ZZP'er worden, ja. Heel veel bedrijven. Nou, die kun je waarderen met 0 tot 10. Ja. Hoe zit het in het wereldje van jullie eigenlijk? Hoe kan ik nou zien, weten dat ik het goede bedrijf heb zonder nu direct naar... Nou, vind ik een hele leuke vraag. Je kan in eerste instantie afgaan op de reviews die op websites staan. Hè, zowel bij ons als bij collega-partijen kan je de reviews lezen. Die zijn toch echt wel heel onafhankelijk, want dat zijn echt de meningen van mensen die daar staan. Af en toe heel ongezouten. Het is heel goed om naar een aantal keurmerken te kijken. Zijn ze lid van Techniek Nederland? Is het een InstallQ-gecertificeerd bedrijf? Dat geeft aan dat de elektramannen ook echt weten hoe ze de spullen in de meterkast aan moeten sluiten. Dat zijn absoluut dingen waar je aan de voorkant als
geïnteresseerde partij om iets aan te schaffen, naar kunt kijken. He, dat is los van ons, maar dat is waar je bij iedereen naar kunt kijken. En aan de mannen is het ook heel goed om die avond eens te vragen van, maar wat zijn nou andere dingen waar ik op kan letten? Als ik door een straat loop en ik zie dat mensen wat aan het installeren zijn, waaraan kan ik nou zien dat een partij een valide partij is? Een gerenommeerde partij waar ik het met een goed gevoel mijn geld bij neer kan leggen. Ja. Dus dat zijn allemaal hele leuke vragen om ook juist op die avond te stellen. Dat zijn dan niet hele technische vragen, waar de mannen ook heel goed in zijn, maar hele praktische dingen. En daar geven ze heel graag een antwoord op. Ja. Nu organiseer je de avond, je benoemde het net al eerder, onafhankelijkheid. Ja. Hoe onafhankelijk zijn, kan ik daar weer de deur uitstappen zonder groene woning? Nee, 100% onafhankelijk. Hè. Vandaar dat we ook een klein bedrag vragen voor de avond zelf. We verdienen er niks aan, er zit geen commerciële buy-in in of een commerciële catch van hé, je moet uiteindelijk iets bij ons kopen. Je betaalt een klein bedrag als bijdrage voor die avond, maar met alle informatie die je daar krijgt, kun je uiteindelijk naar iedere partij in Nederland toestappen om te zeggen, joh, ik heb dit geleerd daar, dit is wat ik hebben wil, dus ik heb mijn eisenpakket netjes neergezet. Kan je voor mij een offerte maken? Ja. Kunnen mensen dat ook meekrijgen van, nou, als je nog helemaal moet beginnen met zonnepanelen, van, nou, oké, die stappen, krijgen we dat ook mee? Die stappen moet je doen? Die stappen worden in ieder geval op zo'n avond ook behandeld. Wat we ook gaan doen, is dat alle vragen die in de avond voorkomen, maar daar niet behandeld kunnen worden, zullen we allemaal uit gaan schrijven. Henry en Dennis zullen die vragen gaan beantwoorden. Wij zorgen dat al die antwoorden keurig netjes op de website terechtkomen, zodat alles ook na te lezen is. En dat zit niet achter een betaalsysteem. Je hoeft geen pincode achter te laten voordat je op de website komt. Het is oprecht, heel erg oprecht bedoeld om heel vrij informatie te geven. Oké. Okay. Nou goed, je zegt je moet je aanmelden. Hoe gaat dat aan zijn werk? Nou, je kan naar onze eigen website toe gaan, groenewoningen.nl. Daar staat heel veel informatie over de avond met een button waarmee je naar de website van Tripodia komt. Of je gaat direct naar de website van Tripodia en daar staat onze evenement staat keurig netjes voor 15 mei aangemeld. Daar kan je op klikken en dan loop je snel door de procedure heen om het kaartje aan te schaffen. Ja, en die kost 17,50 euro? Ja, 17,50 uit je hoofd. Ja, heel goed. Ja. Oké. Okay. Goed, wat zou je de laatste twijfelaars nog kunnen adviseren? Nou, juist als je twijfelaar bent, misschien is dat dan wel het meest interessant om te laten komen. Juist als je aan het twijfelen bent over welk topic dan ook, kom naar die avond toe, laat je informeren, zodat je uiteindelijk op basis van eigen kennis, van je eigen gevoel, onderbouwd een uitvraag kunt doen voor een accusysteem. Als je al wat verder bent, voor zonnepanelen, als je nog aan het begin staat. Voor de toepassing van een accu om te peakshaven, om te timeshiften. Wat je dan ook wilt, wat je op die avond ook meegenomen hebt. Het is daar ideaal voor. Of als je een ander contract af wil sluiten. Moet ik naar een dynamisch contract? Ook zo'n hot item op dit moment. Nou, dit is de avond om juist op dat soort vragen een gefundeerd antwoord te krijgen waar je zelf wat mee kunt doen. Ja, en dan ga ik ook uitleggen wat timeshiften is. Dat gaan we die avond zeker uitleggen, ja, absoluut. Oké. Okay. Steven van der Laan van Groene Woningen, bedankt voor je toelichting. Dank voor de tijd en hartstikke leuk. Graag gedaan. Fijne avond. Ja, vorige week en deze week zijn er weer volop activiteiten georganiseerd door de verschillende oranjeverenigingen. En een van die activiteiten was de Stormbaan Challenge in het zwembad Aquamar. Voorafgaand aan het wedstrijdgedeelte werd het officiële startschot gegeven en gingen wethouder Sonny Spek, Willem van Duin, voorzitter van de Oranje Vereniging Katwijk aan Zee en Bas Staats, zwembadmanager te water, om het sportieve voorbeeld te geven. Yeah!
Het is ongelooflijk glad. Ik kan er gewoon niet overheen. Maar echt superleuk, superleuk. Echt. Ik ben een beetje aan het uitheigen, want het is toch zwaarder dan je denkt. Man, man, man. Maar we hebben het wel gered uiteindelijk. Nog een rondje? Nee. Ja, misschien nog eentje zo. Maar die eerste, daar kom je, dat is echt heel lastig, vond ik. Maar superleuk dat het wordt georganiseerd zo. Voor de Oranje Vereniging en de Aquabar, het sportbedrijf natuurlijk. Dus top. Ja. Ja, fantastisch om dit even zo te doen met z'n drieën. Fijn ook dat een sportbedrijf zwembad dit wil organiseren voor de Oranje Vereniging. Dus mooie start van de Koningsdag vanmorgen. Heel plezier. Dankjewel. De allereerste Stormbaan Challenge. En dat is een samenwerking tussen Zwembad Aquamar en de Oranje Vereniging. En de kinderen in verschillende leeftijdscategorieën die gaan vandaag strijden voor de snelste deelnemer. Jullie hebben een bijzondere start gehad. Een aantal hoge heren. Laten we het zeggen, hoe hebben die het eraf gebracht? Nou ja, laat ik vooropstellen dat er natuurlijk maar één de winnaar kan zijn. En dat was gelukkig ikzelf. En uiteraard was de voorzitter van de Oranje Vereniging Willem van Duinen de goede tweede. En was onze wethouder op de derde plek geëindigd. Ja, traditioneel wordt voorafgaand aan Koningsdag een aubade bij het gemeentehuis georganiseerd. En verschillende muziekverenigingen verzorgen hier een muzikaal optreden met als gasten onder andere de nieuw gedecoreerde. En dit jaar verzorgden de drie orkesten van DVS het muzikale cadeau. En van deze aubade maakt RTV Katwijk opnames die deze week online komen. Kijkt u vast naar een voorproefje.
Ja, en na een aanvankelijk natte start van de dag werd het toch droog. Dus volop feest en activiteiten. En op onze website heeft u al wat foto's kunnen zien. Ook in Huis van Oranje werd er volop gefeest toen RTV Katwijk met de camera binnenkwam. Startte toevallig Dissidents op het podium met een optreden. Op 6 juni kunt u weer naar het stembureau voor de Europese verkiezingen en het eerste Katwijkse referendum. En voor de stembureaus worden nog medewerkers gezocht. En lijkt het u wat om op zo'n stembureau te bemensen, meld u dan aan als medewerker van het stembureau. Vanaf 9:15 wordt u dan verwacht op het stembureau en vanaf 9:00 s'avonds gaat het tellen van de stemmen daadwerkelijk beginnen. U kunt zich opgeven via de website van de gemeente en dat is www.katwijk.nl. En een leuke bijkomstigheid is dat u meegewerkt hebt aan het eerste en misschien voorlopig laatste referendum in Katwijk. Maar ja, dat is niet met zekerheid vast te stellen natuurlijk. De flyers voor dezelfde eerste Katwijkse referendum zijn inmiddels ontworpen en gedrukt. En deze kunnen dus nu bezorgd worden. En heeft u tijd om een handje te helpen, meld u dan aan via de Facebookpagina van Parkeerbeperking Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. En daar kunt u ook zien voor welke wijken nog bezorgers gezocht worden. En daar vindt u ook het aanmeldadres. En in 2025 hoopt de marching band van DVS in een nieuw uniform te lopen. En om daarvoor geld in te zamelen worden er allerlei acties georganiseerd. Zaterdag 4 mei gaan om 12 uur zo'n 25 leden van start in een 1/8 triathlon.
500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen. Ze starten in zwembad Aquamar en rond de klok van 2 uur 's middags eindigt dit festijn bij het clubgebouw. En u kunt dit sportieve evenement steunen en hiervoor is een crowdfundingspagina beschikbaar. En deze pagina is het eenvoudigst te bereiken door naar de website van DVS te gaan. En dat is www.dvskatwijk.nl. Dit weekend kwamen de Katwijkse sportclubs niet in actie, althans voor verschillende competities. Vanavond is er dus ook geen RTV Sport TV. Volgende week is er wel een sportuitzending. En dan staat Jaap Kloos uitgebreid stil bij de play-offs van de Grasshoppers Vrouwen 1. Vanavond is de eerste aflevering van een serie van 5 programma's onder de titel Kust van Verandering. In deze aflevering wordt u meegenomen in een wereld van de energietransitie, de duurzaamheid en klimaatbewustzijn. In de eerste aflevering staat het tiny house van Esther in de Duinvallei centraal. En Marco den Engelsman biedt u praktische tips voor energiebesparing die u thuis kunt toepassen. De programma's duren ongeveer 20 minuten en worden mede mogelijk gemaakt door het Rabo Impact Fonds, dat initiatieven ondersteunt die bijdragen aan sociale en ecologische verandering. De programma's zijn te zien elke laatste maandag van de maand op RTV Katwijk. Het nieuws kunt u blijven volgen via Katwijk Nu in de tv-uitzendingen van 12 uur, 6 uur en om 9:30. En ook op de halve uren op RTV Katwijk Radio. En ook deze week komen er weer een aantal reportages online op televisie. Tot zover. Voor meer nieuws kunt u ons blijven volgen op de radio, tv en de online kanalen. En heeft u een nieuwstip, stuur deze dan naar redactie@rtvkatwijk.nl of via de tip de redactie. En deze vindt u aan de bovenste blauwe balk van de website. En voor het laatste dagelijkse nieuws kunt u zich ook inschrijven op onze nieuwsbrief. Dit was het voor nu. Maandag 6 mei zijn we er weer. Graag tot dan.